Een van de maatregelen die wij gingen nemen is het vervangen van onze cv-ketel die hier dus al 22 jaar hangt. Nou, daarvoor was Menno hier zojuist van Saman en we hebben samen gekeken wat de mogelijkheden zijn. We hebben natuurlijk ook laten zien in de vorige vlog. Ja, dat het meteen wel interessant zou kunnen zijn om op een hybride warmtepomp over te gaan. Maar we vragen ons natuurlijk of dat zou kunnen in ons huis. Nou, het antwoord is ja. En daar zijn we natuurlijk wel blij om dat te horen. We hebben samen met Menno ook gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van extra zonnepanelen. Want extra zonnepanelen die elektriciteit opwekken, dat is toch mooi meegenomen. Nou, we zijn erop uitgekomen dat wij hier bovenop het dak 11 extra zonnepanelen kunnen gaan plaatsen. Tot slot hebben we ook met Menno gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidie voor deze beide onderdelen. Nou, bij warmtepompen kun je een subsidie terugkrijgen. Dat wordt voor ons berekend. Bij zonnepanelen is dat niet het geval, maar daar kun je btw op terugkrijgen. Nou, je begrijpt, wij wachten de offerte van Menno af. Die gaan wij met z'n tweeën bespreken en we laten jullie uiteraard weten wat wij gaan doen en waarom wij dat gaan doen. Dus binnenkort meer daarover.